De gemeenteraadsverkiezingen. 21 maart is het al zover. Weet jij al op wie je gaat stemmen of vind je het ook zo lastig? Om jou te helpen hebben we alle Bornse partijen gevraagd naar hun standpunten over scholenbouw, tijdelijk of permanent. Bouwen is vooruitzien, ook bij de bouw van basisscholen. Schoolbesturen zijn daarbij bepalend. De gemeente betaalt huisvesting en inrichting. Voor de Bornse Maten hebben beide schoolbesturen verschillende keuzes gemaakt. Daarbij is onvoldoende doordacht hoe kinderrijk een dergelijke nieuwbouwwijk wordt. Voor de snelle groei van het aantal leerlingen was één oplossing bedacht. Een extra verdieping op het gebouw De Veste. Want kinderen moeten in hun eigen wijk naar school kunnen gaan. Dat vindt de SP ook. Maar dan moet dat ook gelden voor kinderen die in het centrumgebied van Borne wonen. Maar die kinderen moeten via een drukke verkeersroute in een andere wijk naar school. Terwijl hun school ruim voldoende leerlingen had om te kunnen voortbestaan. Renovatie was te duur, maar nu wordt meer dan het dubbele uitgegeven voor uitbreiding van het Immerschelf en noodlokalen bij De Veste, die maar 3 jaar worden gebruikt. Is er daarna nog geld voor een nieuwe school om de groei van 300 à 400 leerlingen op te vangen? We zullen het in de komende raadsperiode zien.